Wat Dirk wel op zijn gemak deed, heb ik me laten vertellen, is de boodschappen op zaterdag. Dan slenterde hij door Leiden van winkel tot winkel en maakte links en rechts een praatje, onder andere met de huidige rector magnificus in de stad, de Karel Stolker, die dat ook doet, met mensen praten op de markt, dat hebben wij bij de DS gehoord. Maar in die 12 afgelopen jaar is Dirk dus van onschatbare waarde geweest voor de ontwikkeling van het museum. Met als achtergrond de natuurkunde, zijn studie en onderwerp van promotie en de wetenschapscommunicatie bij NRC Handelsblad heeft hij ramen en deuren wijd geopend voor een breed publiek. En we gaan jou nu vragen naar het podium te komen. Ja. Nou, ja, dat blijft wel aan je wand hangen dus. Fantastisch. Ik heb bij Erik ook een tentoonstelling geopend in de Doezenstraat. Geweldig. En ja, de Sterrenwacht hoort ook helemaal bij mijn leven. En heel mooi om die nou zo dichtbij te hebben, ook bij mij thuis. Heel veel dank. We gaan nu kijken naar het eerste filmpje. Blije Dirk in een heel leeg museum. Welkom in Museum Boerhaven. Nou, u ziet, het ziet er hier totaal anders uit dan u gewend bent. En dat komt omdat er een grootscheepse verbouwing gaande is. Het grappige van dit filmpje is overigens dat Dirk zwaar in overtreding was. Want het is totaal in scène gezet. Dirk moest, het was al lang een bouwplaats. Hij moest met schoenen met verharde neus. Dat weigerde hij. Hij houdt altijd van zijn mooie zwarte schoenen. Dus die zijn ook buiten beeld gebleven. Dat u het weet. Het bruggetje naar de volgende spreker zat al een beetje in je eigen woorden, Dirk. Laken, we gaan naar de Lakenhal. We hebben de Leidse Musea natuurlijk uitgenodigd om ook een woordje te spreken. Meta Knol, directeur van de Lakenhal, doet dat. Ze is sinds 2009 directeur van de Lakenhal. Doet dat met verven. De Lakenhal die herkent dit beeld, want die zijn nu gesloten voor een grote verbouwing, uitbreiding moet ik zeggen. Ja, ik begrijp het. Heel goed. Meta Knol is, voordat ze in Leiden kwam, is conservator moderne en hedendaagse kunst geweest in het Centraal Museum, mijn eigen stad. Heel erg genoten van haar tentoonstelling, dus heel fijn dat Meta in Leiden is komen werken. Ook prachtige tentoonstelling al daar. En toen ik kwam werken was het er net, en daar had Meta helaas geen deel aan, maar haar voorganger, Edwin Jacobs, een prachtige samenwerking in de zomer rond de familie Kamerling-Ommes. Dirk was conservator voor een deel van ons aandeel, Heike Kamerling-Ommes. De natuurkundige werd daar gevierd en in de Lakenhal ging het om Harm Kamerling-Ommes. Een prachtige samenwerking. Er zijn nieuwe plannen voor een samenwerking iets verderop in de planperiode. Ongeveer naar 2020 kijken we dan. Klinkt heel ver weg, maar de tentoonstelling is dat zo, komt het er zo aan. Over kunst en wetenschap. Nou, daarover dus een andere keer meer. Meta, nodig je graag uit. Dirk. Wat een eer om jou te mogen toespreken vandaag. En zeker ook om dat te doen voor zo'n volle zaal. Er is geen stoel onbezet. En ik denk dat dat erop wijst hoe geliefd je bent en hoe je gerespecteerd wordt. Ik hoop dat je daar vandaag echt van kunt genieten. Want dat is veel waard. Ik spreek namens de Leidse Musea inderdaad, maar ook een beetje namens Cultureel Leiden. En ik realiseer me dat ik ben inderdaad in 2009 gekomen. Er zijn vele collega's ook hier die jou al veel langer kennen dan ik. En daardoor besef ik ook dat jij niet alleen afscheid neemt als directeur van Museum Boerhaven, maar dat je ook eigenlijk je, hoe zal ik het zeggen? Nou, ik denk dat ik dat wel mag vertellen, dat je de laatste maanden met sardonisch genoegen kon vertellen dat je behalve je directeursalaris nu ook een AOW genoot. En ik denk ook eerlijk gezegd dat je daar gewoon echt, dat jij doorgaat met wat je passie is.
En die passie is uiteindelijk is wetenschapsoverdracht. Ik hoorde net dat je 17 jaar leraar natuurkunde bent geweest. Dat vond ik eigenlijk heel bijzonder om te horen. Je bent ook chef van de wetenschapsredactie van de NRC geweest. Daarna directeur van Museum Boerhaven. En ik denk dat jij er absoluut in bent geslaagd om die passie voor wetenschap over te brengen. En wij weten allemaal dat je daar gewoon mee doorgaat. Het was ook leuk de laatste maanden, want wij eten eigenlijk maandelijks een broodje met de Leidse museumdirecteuren. De laatste periode voor de heropening, moet ik zeggen, van het museum, was het altijd leuk om jou net iets te laten binnen te zien zwaaien. Inderdaad, met gezwinde pas. En dan met gloeiende ogen vertellen dat je het ontzettend druk had, maar dat je gelukkig wel tot rust kon komen door 's nachts dan nog artikelen te schrijven. je bent 12 jaar in het museum geweest en je hebt met jouw mensen een hele bijzondere weg afgelegd. Onze collega Wim Weiland die noemde dat een soort van triple wake-up call voor Museum Boerhaven. Ik denk dat Douwe Breijmer daar ook al aan gerefereerd heeft. Eerste wake-up call was natuurlijk jouw komst naar het museum. Het leven wat je in de brouwerij bracht. Hè? Ik geloof dat iemand ook zei dat je het museum hebt wakker gekust. Meer bezoekers, meer aandacht in de media, mooie tentoonstellingen. Je hebt het museum echt weer op de kaart gezet. De tweede wake-up call is ook al genoemd. Dat was natuurlijk het zwaard van Zijlstra. En het mooie is dat Museum Boerhaven erin geslaagd is om met vereende krachten in no time te laten zien dat ze wel degelijk aan de 17,5% norm konden voldoen. Voor wat dat waard is. Maar het mooiste is eigenlijk dat je niet alleen Boerhaven gered hebt, maar dat je andermaal een slag hebt gemaakt in waar je toch al mee bezig was, namelijk Boerhaven op de kaart te zetten. Nog meer bezoekers, nog meer mooie tentoonstellingen en ook weer heel veel aandacht in de media. En ik denk dat dat erop wijst dat je toch een zeldzaam talent moet hebben om fatale tegenslag om te buigen in klinkende winst. Voor het museum op de eerste plaats. Dat doe je natuurlijk nooit alleen, dat is ook al even genoemd, maar ik hecht eraan dat ook te doen. Dat doe je samen met een sterk en hecht team. We kijken naar jou, we zien hoe je opereert, maar we zien ook hoe je omgeven wordt door dat team. En daarvoor ook vanaf deze plaats respect. En een sterk en hecht team, dat is ook wat je nodig hebt als je zo'n derde wake-up call wil veroorzaken. En dat is uiteindelijk bij Boerhaven de verbouwing in de herinrichting geweest. Voor mij inderdaad een heel herkenbaar proces. En ik kan je zeggen dat ik ontzettend leuk vond om op de heropening van het museum te zijn. Om te zien hoe goed jullie dat doen. En dan heb ik het precies weer daarover. Wetenschapscommunicatie. Daar is de hele dag hier over gesproken. In het afscheidssymposium van Dirk. En dat is ook volstrekt logisch in mijn ogen. Want ja, daar ben je gewoon ontzettend goed in. En ook echt een voorbeeld wat mij betreft. De inrichting is inhoudelijk heel sterk. Het is heel aansprekend voor een hele brede groep mensen. Ik kon niet wachten tot de kerstvakantie. Toen ben ik met mijn hele gezin naar Boerhaven gegaan. En hebben we daar ook een hele middag met heel veel plezier doorgebracht. En dat projecteer ik dan maar op al die andere 34.000 mensen die dat dit jaar ook al hebben gedaan. Wat ik heel erg leuk vind aan jou is dat je altijd een soort pretogen hebt. Alsof je voortdurend van het ene binnenpretje naar het andere gaat. Ik denk dat dat er vooral op wijst dat je heel veel plezier hebt in wat je doet. Het betekent ook dat je daarmee andere mensen kunt inspireren. Wat ik niet onvermeld wil laten is ook jouw inzet voor het Leidse culturele leven. En met name dan ook, we hebben samen natuurlijk 5 jaar in de bestuur gezeten van de Nacht van Kunst en Kennis in Leiden. En ook daar onvermoeibaar en altijd inspirerend en heel betrokken. We hebben 5 edities van de Nacht gehad. Die gaat nu een volgende fase in. Waarbij de organisatie daarvan wordt overgenomen van BKB door een Leidse partner. Gaat dat allemaal later nog zien waar dat toe gaat leiden. Ik herinner me ook de Ig Nobelprijzen bijvoorbeeld. Namelijk die pretoogjes werden dan ook weer echt heel, die begonnen helemaal te glimmen.
En natuurlijk, TechnoLab is ook zoiets moois wat je neer hebt gezet op het gebied van wetenschapseducatie. Ik denk dat jouw pensionering waarschijnlijk gewoon een kans is om nog meer te doen aan wetenschapscommunicatie. En ik denk dat we ook nog heel veel meer van je gaan horen en daar verheug ik me ook op. Ik wil je namens alle Leidse museumdirecteuren in elk geval bedanken. Namens Wim, Stijn, Chris, Ariela, Edwin, Koert, Huub en Paul. Voor de hele fijne samenwerking. We zullen je missen tijdens het directeurenoverleg. Maar we hebben daar een goede broodjes eten voor teruggekregen, geloof ik, in de vorm van Amito. Je laat een grote voetstap achter, zei iemand tegen mij. En dat is best lastig voor iemand, voor je opvolger, om in die voetstap te gaan staan. En dan eindig je ook nog je carrière in Boerhaven met een tentoonstelling over Frankenstein. Dat is ook niet echt bemoedigend. Wij willen je niet helemaal met lege handen laten vertrekken, maar toch ga ik jou niets geven. Dat hebben wij namelijk al gedaan. Maar ik weet eigenlijk niet of ik dat mag verklappen. Dus dat doe ik dan ook maar niet. Maar ik weet wel dat iedereen hier in de zaal die de uitnodiging ook heeft gehad, precies weet wat ik bedoel. Dirk en alle mensen om jou heen, heel veel dank. En graag tot gauw. Er zijn veel dingen die ik wilde zeggen die al gezegd zijn. Dus ik kan het mooi kort houden. Maar wat had het nou voor invloed op personeel? Want daar spreek ik namelijk vandaag voor. Dirk kwam binnen. De luiken moeten open, zei hij. Ja, waarom dan? Het ging toch goed met het museum? We hadden een goede relatie met de OCMW. We kregen jaarlijks ons geld. Er kwamen 30.000 bezoekers. Afspraak was met OCMW. Maar ik niet zitten. Dus Dirk heeft geprobeerd ons in de stand te krijgen van ja, maar we moeten communiceren dat we heel veel, hè, niet voor de 30.000, maar gewoon meer mensen moeten ervan weten. Ik denk dat de meeste mensen als ze aan Heikenkamer in ons denken ze aan de koude temperatuur, aan het laagste punt. Maar volgens mij denk jij aan iets anders. Kijk of jij het uit, wat hier is. Heikenkamer in ons? Jurvis. Bijna goed. Herken je dit, Philip? Ah, de banjo. Dirk, leg even uit wat het is. Hey. Leg je nog een klein stukje? Heel klein stukje. Ja. Hier ziet u de MRI-scanner in aandacht. Want, dit is de oudste superbeleidingstool door Kamer ons gemaakt. En een MRI-scanner, daar zit Kamer ons twee in verstopt, namelijk A. Voor het voedbare helium wat hij heeft gemaakt in 1908. En het voedbare helium is nodig om superbeleid te maken in deze straat die u nu ziet. En met die superbeleid spoel kun je hersenen in beeld krijgen. Dus vandaar de banjo tegelijkertijd dubbel aanwezig in elke MRI-scanner. Nou, met dit stukje mooie wetenschapscommunicatie lijkt het me meer dan goed dat jij dit voor je hebt. Hier hebben we hem. Geweldig. Ongelooflijk veel dank. Niet verder vertellen, maar dit is de supergeleidings van Kamerling Onders. Ik hoop, Dirk, dat je er nog veel naar mag kijken. En namens het personeel, dank voor het besturen van het schip Boerhaven. Heel bedankt. Ging gebeuren met de New Scientist, omdat je geïnterviewd bent, begin januari,
Die was overigens daar heel erg nieuwsgierig wat er allemaal ging gebeuren. Ik weet het wel hoor, het gaat met een nieuwe scientist gebeuren. Natuurlijk, maar wat jij niet wist. Natuurlijk is het interview, het is overigens een prachtig interview. Jim Jansen, de hoofdredacteur, en George van Hoog, de wetenschapsredacteur, hebben je lang geïnterviewd, mooie foto's van je gemaakt. Het is echt een zeer opgedeeld besprekend, maar overigens ook heel terecht portret. Maar wat je niet weet is dat we in samenspraak met de vrienden van Stichting, Museumwerken, en dan ga ik nu ook Hein Meijers noemen, want die heeft me hier enorm geholpen, dat wij een hele leuke vergadering hebben gehad met de redactie. Steeds in Leiden, niet in de Doofpot, wij deden dat veel eenvoudiger. En het ging over de bank. En aanvankelijk zijn verschillende scenario's langs te komen. We zouden aanvankelijk een klein beetje zo liever aan die column voor je maken, maar hij was heel streng en zei, dat gaat niemand eens. We kiezen voor goede journalistiek, alleen de goede journalisten gaan schrijven. Dat hebben we overgelaten aan de redactie van de Scientist. En we hebben wel met elkaar de plank gemaakt, voor jou heel bekend, maar de plank, dames en heren, is gewoon de samenstelling van de rubrieken in een tijdschrift. Ik heb er veel van geleerd, vond het erg leuk. Maar alle bedankt gaat in dit geval uit naar Hein Meijers, die heel streng was. Dat wij er voldoende aan zouden hebben, daar gaan we heel van hebben. Want wat jij niet weet, dit is gewoon een special. Die ga ik je zo meteen aanbieden, of Janneke gaat het doen. Maar de redactie van New Scientist heeft de verzending van het reguliere marktnummer opgehouden. Omdat deze morgen meegaat met de verzending naar de 11.000 abonnees in Nederland. Daarnaast heeft Jim ervoor gezorgd dat zaterdag het interview met jou doorgeplaatst is in Parool. En half zes gaat het interview met jou online. De redactie kon niet langer wachten. We weten dat jij niet ondertussen dit keer in ieder geval niet op je telefoon zit te kijken. Dus hier geven we je toch lijfelijk met het tijdschrift. Nogmaals, dank hij. Zeer gezellig en zeer leerzaam. Natuurlijk Jim en George en Alex. Ook bijgedragen, heel belangrijk, want de financiering was natuurlijk ook zelfs voor de stichting best een ding. De partners van de vernieuwing, CEO, heeft niet alleen prachtige huisstijl gemaakt, maar heeft ook een hele mooie advertentie geplaatst. Datzelfde geldt voor Bruns, die in het nieuwe museum alle vitrines en de hands-on, dus de mechanische spellen heeft gemaakt. En Lout en Opera, eigenlijk de ontwerpers van het nieuwe museum, hebben prachtige advertenties, heel persoonlijk op jou toegesneden geplaatst, waardoor het ook een beetje betaalbaar werd. Ik laat het aan thema. Ja, en het thema van het hele nummer is dus die wetenschapscommunicatie waar je zo van houdt. Wij willen je heel graag uitnodigen, mag jij toch? Het eerste nummer heb ik al aan gelezen, maar voor de vorm. Zulke mooie dingen in de wetenschapscommunicatie. U krijgt allemaal straks een exemplaar mee. Als u uw jas haalt bij de garderobe, krijgt u een exemplaar. We hebben ook een kleine stapel voor alle bezoekers die ons tijdens de paasdagen gaan bezoeken. Ik ga over tot een niet aangekondigde spreker. Ik ga burgemeester Henry Lenfrink uitnodigen om het podium te betreden. Henry Lenfrink is burgemeester in Leiden sinds 2003. Hij betrad de politiek in Arnhem, eerst als raadslid en later als wethouder. Heb je. Portefeuilles, mooie portefeuilles, volkshuisvesting, monumentenzorg, financiën. Wat ik bijzonder leuk vind aan Henry Lenfrink is dat wij zijn geen door de gemeente Leiden gesteund museum. Toch is die er eigenlijk altijd.
achtergrond als historicus en ook dat merken we altijd. Een hele makkelijke manier van vertellen. Het pakt heel makkelijk een feitje op om dat wat wij onder de aandacht willen brengen met een mooie historische anekdote te waarderen. Dus heel veel dank voor die trouwe aandacht voor ons. Ik wil nog wel even, we gaan naar iets heel bijzonders toe. Onze leeuwenmond wordt in de wedstrijd van de klokstuk van Nederland. En natuurlijk hadden we stemmen nodig en natuurlijk gingen wij het niet weer, dat wisten we ook. Maar toch wilden we wel een leuke actie. En ik weet niet eens of deze, want Dirk kwam, misschien kwam die wel van mijn collega Annette Ros, dat denk ik eigenlijk. We gaan stemmen in het bureau in Boerhaven, we worden een stembureau. En Karel Stolker, rector van de universiteit, rector van de universiteit, en Henry Lenvrien kwamen allebei in volle ornaat. Dus als assistent van de rector moest nog zijn toga halen, want die was in alle haast toch achtergebleven. Moest er mooie fotoshoot komen, want heel Nederlanders, we moesten enorm gaan twitteren, tweeten. En we hebben een prachtige tweede plaats. Denk ik toch ook al vanwege dit soort gekkigheid, want dat is ook te krijgen. Nu ga ik heel gauw zitten, want nu is er helemaal niets wat te maken heeft met gekkigheid. Ik geef u graag het woord. Dankjewel. Ja, het is eigenlijk onbestaanbaar dat er weer iemand die zo'n grote rol in de stad speelt weggaat dat je als burgemeester niet eens wordt aangekondigd als spreker. Maar vooruit, dat neem ik de organisatie ook niet al te zeer kwalijk. Het is natuurlijk wel het nadeel dat als je aan het eind zo aan de beurt komt, dat er af en toe al eens wat voorbij is gekomen. Maar aan de andere kant, die dingen verdienen het om keer op keer op keer opnieuw verteld te worden. En dat zal ik dan ook doen. Het is mij in ieder geval een groot genoegen en voorrecht om als burgemeester van Leiden vandaag het woord te voeren bij het afscheid van Dirk van Delft bij het Museum Boerhaven hier in de Almarktzaal van de Stadsgehoorzaal. En Dirk van Delft, dames en heren, werd heel anders dan zijn naam doet vermoeden. Geboren op 12 oktober 1951 te Rijnsburg. Na zijn middelbare schooltijd ging hij van 1969 tot 1974 wiskunde natuurkunde studeren in Leiden en vervolgens, en dat weten niet veel mensen, van 1975 tot 1977 psychologie. Om zijn studie te financieren en mogelijk te maken, ontving hij een studiebeurs van de stichting Vrij Vrouwen van Rensbouw. Dan kun je daar allerlei associaties maar het is in ieder geval geen groepje vrijgezelle vrouwen uit Rensbouw. Dat is niet het geval. Maar het is een eeuwenoude instelling die bij oprichting in 1754 als doel had om intelligente, begaafde wezens een onderkomen te verschaffen, waarin zij konden verblijven en les konden krijgen in mathesis, tekenen of schilderkunst, beeldhouwen of beeldsnijden, oefeningen in zware dijkaarsiën tot behoudingen van ons land of dergelijke libere kunsten. In later tijd werd door de regenten van het fonds ook beurzen verstrekt aan talentvolle jongeren die financieel gesteund moesten worden bij hun opleiding, zoals dat bij Dirk van Delft het geval was. Na zijn studie werd Dirk van Delft docent natuurkunde aan het college Leeuwenhorst in Noordwijkhout. Het kwam al even voorbij. Ik heb weinig terug kunnen vinden van die periode als docent. Maar het kan bijna niet anders dan dat Dirk van Delft een bijzonder begenadigd, leuke en enthousiaste docent was. Die zelfs het vak natuurkunde voor niet-liefhebbers interessant wist te maken. Ondanks zijn serieuze baan in het onderwijs kon Dirk van Delft de studentenwereld niet loslaten. En daarom was hij van 1984 tot 1987 ook redacteur van Propria Curis, een Amsterdams tegendraad en studenticoos literair tijdschrift. Deels in verband daarmee maakte hij toentertijd ook het Amsterdamse nachtleven regelmatig onveilig. Bij discotheek De Roxy
werd hij ooit geweigerd omdat de portier vond dat zijn kleding onvoldoende trendy was. Zijn verbaal zeer begaafde vrienden moesten hun uiterst best doen om de portier ervan te overtuigen dat deze dat heel verkeerd zag en dat Dirk juist voorop liep op de mode van toen. Uiteindelijk lukte het hen met al die overredingskracht en met heel veel charme om Dirk toch naar binnen te praten. Van 1994 tot 2006 was Van Delft redacteur wetenschappen van NRC Handelsblad en van 1996 tot 2005 chef van die redactie. In 2002 was hij journalist in residence bij het NIAS in Wassenaar voor het schrijven van een biografie en tevens proefschrift over de Leidse natuurkundige, hij kwam al een paar keer voorbij, Heike Kamerling-Pansen. En het was, dames en heren, voor het eerst, echt voor het eerst, dat het NIAS onderdak bood aan een journalist in residence. In 2005 promoveerde hij aan de Leidse Universiteit, die blij was dat hij daarna, na zijn promotie dus, in deeltijd daar aan de slag ging. Eerst als universitair hoofddocent wetenschapsgeschiedenis en later als bijzonder hoogleraar materieel erfgoed van de natuurwetenschappen bij de Sterwacht. In 2006 werd Dirk van Delft directeur van Museum Boerhaven. En dat was, het kwam een paar keer voorbij, we hoeven er niet omheen te draaien, in die tijd het best bewaarde geheim van de stad. Niemand kent het. En dat kwam, dames en heren, omdat het verscholen lag en nog steeds ligt tussen de Haarlemstraat en de Oude Vest. En dan is het heel ingewikkeld. Vindt dit museum van ontdekkingen eigenlijk alleen als je er echt naar op zoek bent. Maar de onbekendheid was ook te wijten aan de houding die het museum lange tijd zelf had. Toen Dirk van Delft aan zijn klus begon, trof hij een in zichzelf gekeerde organisatie aan. Er werd nauwelijks nagedacht over de presentatie van de collectie aan de maatschappij en aan de aanwezigheid in de stad. Aan dat soort toestanden wilde het toenmalige kabinet destijds een einde maken. Musea moesten zelf geld gaan verdienen om voor subsidie in aanmerking te komen. Dit zou meer ondernemerschap in de culturele sector brengen en daarmee het maatschappelijk draagvlak vergroten. Afgesproken werd dat Boerhaven elke eurosubsidie zou aanvullen met 17,5 eurocent externe financiering. Ze kregen de tijd tot 2012 en dat was alleszins redelijk. Het museum kon zich dan ook vinden in die uitdaging. Het museum werd meer marktgericht en Van Delft werd van archivaris ondernemer. Tentoonstellingen werden aantrekkelijker. Samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven werden aangegaan, het museum kreeg een winkel en de bezoekersaantal steeg. Museum Boerhaven leek de doelstelling ook gewoon te gaan halen. De verwachting was dat in 2012 het vereiste niveau eigen inkomsten kon worden gerealiseerd. Niets aan de hand dus. Een visitatiecommissie concludeerde in 2011 bovendien dat het museum goed tot excellent functioneerde en dat het een verbazingwekkende metamorfose had ondergaan op het vlak van collectiebeheer, publieksbereik, fondsenwerving en management. Een prachtig rapport dus. Maar inmiddels was het eerste kabinet Rutte aangetreden. U weet nog wel, dat kabinet met gedoogsteun van de PVV. Het cultuurbeleid verzuurde en verguurde. Onder het motto geen kaatsgaaf, maar scherpe keuzes besloot staatssecretaris Zijlstra dat de afgesproken 17,5 cent met terugwerkende kracht al in 2010 was ingegaan. Dat kwam aan als een mokerslag. Het museum had nog een half jaar de tijd om het tekort van 2010 en 2011 aan te vullen. En dat kwam neer op 7 ton. Den Haag lachte al in zijn vuistje en ging ervan uit dat dat toch niet gehaald zou worden. De bezuiniging werd alvast ingeboekt.
bezuiniging dan op totale subsidie van het museum dan. Het besluit van Zijlstra ontlokte veel verontwaardigde reacties. Het ministerie ontving van over de hele wereld brieven waarin het belang van museum Boerhaven werd onderstreept. In de Volkskrant publiceerde een steunbetuiging van Nobelprijswinnaars Martinus Veldman en Gerard het Hooft. Wij achten sluiting van museum Boerhaven inderdaad van grote kortzichtigheid, schreven ze. Maar niets hielp. Ook de politieke lobby niet. Dirk van Delft besloot zich echter niet te laten wegzetten en het probleem als een uitdaging te zien. Het museum stuurde strijdvaardig een persbericht de wereld in en ging alles op alles zetten om het geld bij elkaar te krijgen. De actie Adopteer een object bracht ruim een ton op. Voor de tentoonstelling Schatteiland werd bij de diverse sponsoren ruim 2 ton opgehaald. En ook voor andere tentoonstellingen werd externe financiering aangetrokken. Het laatste geld werd opgehaald tijdens een diner in de Pieterskerk. Het kwam al even voorbij. Bedrijven en particulieren konden in plek aan tafel komen. Er was in loterij en in veiling onder leiding van wie anders, veilingmeester Pechtold. En ook ikzelf mocht heel even de veiling hamer hanteren. En aan het eind van de avond was er meer dan 75.000 euro opgehaald. En op 31 december, notabene de verjaardag van Herman Boerhaven, kon het voortbestaan van het museum worden gevierd met champagne. Uiteindelijk leverde de campagne Red Museum Boerhaven zelfs 1 miljoen euro op. De verandering die al was ingezet, had door het besluit van Zijlstra een boost gekregen. Dus misschien was het toch nog niet eens zo dom. Leiding tot een nieuwe visie bij Boerhaven die doordrongen was van cultureel ondernemerschap en samenwerking. Het bezoekersaantal verdrievoudigde. En zo werd Energy Future een samenwerkingsverband met onder andere Shell. Met Philips werd een tentoonstelling gewijd aan het 100-jarig bestaan van de researchafdeling van het bedrijf, etc. En vanaf dat moment werd ook de samenwerking meer en meer verbonden met Technolog, een organisatie die de belangstelling voor techniek bij kinderen stimuleert met activerend onderwijs in de vorm van workshops en projecten. Belangrijk hierbij was het aanbod van Dirk van Delft om Technolab in het museum te huisvesten. En tegenwoordig werken jaarlijks ruim 20.000 kinderen en jongeren met heel veel plezier aan techniek en kunnen zij hun talenten op dat vlak ontdekken. Als u ooit de gelegenheid krijgt, dames en heren, moet u daar eens gaan kijken. Het is hartstikke leuk om te zien. Kinderen zijn ontzettend enthousiast en dat is echt heel erg aanstekelijk. Ook zocht het museum met succes meer samenwerking met de universiteit. De universiteit kon profiteren van de mogelijkheden die het museum bood. Het museum op zijn beurt kon gebruik maken van de inbreng van studenten en van het onderzoek dat Dirk van Delft als hoogleraar met zijn studenten en promovendi deed. Daarnaast was Dirk van Delft zeer actief met het populariseren van de wetenschap voor het brede publiek. Naast alle colleges verzorgde hij ook nog eens zo'n 30 à 40 lezingen per jaar. Museum Boerhaven werd dankzij Dirk van Delft op deze wijze ook meer en meer onderdeel van de stad Leiden. En ook met de gemeente werd de samenwerking gezocht. Bij talloze gelegenheden in de stad was en is Dirk aanwezig. En hij stond open om mee te denken hoe wij zijn museum en activiteiten in de stad konden verbinden. Museum Boerhaven was van begin af aan een van de meest enthousiaste deelnemers aan de door de studenten georganiseerde Leidse Museumnacht. En hetzelfde gold voor de jaarlijkse Nacht van Kunst en Kennis. Leiden kent ook een lange traditie van het plaatsen van gedichten op de gevels en muren in de stad. Dirk van Delft verbreedde deze kunstuiting en hij was de grootste initiator achter het plaatsen van wiskundige formules op muren. Dat er maar heel weinig mensen deze wiskundige formules ook echt begrijpen, deed hem maar weinig. De muurformules zijn volgens hem ook pure poëzie en zijn prachtige verschijning in de stad.
Mocht er ergens wat kritiek te horen zijn over het onbegrijpelijke en moeilijke karakter, dan verwijs ik Dirk graag naar de poëzie die gebruik maakt van onomatopeen. Klank. Alsof iedereen het klankengedicht van de Nederlandse Jan Ando, zijn favoriet van Dirk, wel begrijpt. Samengevat luidt dat gedicht als volgt. Kneu, 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 ote, kneu, u. Kneu, kneu, ote, kneu, u. Kneu, ote, 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 ote. Ote, 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 boe. Punt gemaakt, lijkt me. Dirk werd hoe langer, hoe lijzer. Hij was niet alleen bij ons, maar hij was ook met ons en van ons. En we kunnen hem tegenwoordig dan ook met recht, en daarom zei straks Dirk van Leiden. Maar ik zou zeggen, het klinkt nog veel chiquer om te zeggen, Dirk van Delft van Leiden. Dubbele naam, die doen we recht. Dirk zette overigens zijn grote ervaring ook buiten zijn directe werk in als adviseur of bestuurder. Talloze maatschappelijke organisaties profiteren daarvan. Een vermoeiend aantal van 25 overlegorganen en voorzitterschappen staat er op zijn naam. Evenals het Leids Museum Directeurenoverleg, zoals de Nationale UNESCO-commissie, het Leids Ondernemersfonds, het Platform Beta Techniek en het Nederlands Natuur- en Geneeskundig Congres. Nu is Dirk van Delft op een leeftijd gekomen waarop hij mag stoppen met werken, hoewel hij altijd jong van geest is gebleven. En dat komt wellicht wel doordat hij zijn stamploeg Odessa altijd trouw is gebleven. Hoewel het publiek daar sterk verjongde, het was alsof alleen Dirk daar steeds ouder werd. Kortom, dames en heren, Dirk van Delft heeft met zijn grote kennis van de natuurwetenschappen heel veel mensen weten te enthousiasmeren. Hij heeft ze onderwezen over de historie en over de kansen voor de toekomst op dit wetenschapsgebied. Hij heeft vele inspirerende bijdragen geleverd aan de wetenschapscommunicatie op allerlei terreinen. Hij heeft op die manier een belangrijke bijdrage geleverd aan de popularisering van de wetenschap en de geschiedenis daarvan. Daarnaast levert hij een cruciale bijdrage aan de groei en het voortbestaan van het Rijksmuseum Boerhaven in Leiden. Toen Heike Kamerling Onnes in 1913 de Nobelprijs kreeg, bracht hij een toast uit en die klonk als een klok. Ik citeer uit de dissertatie van Dirk van Delft. Diep geroerd begon Heike Kamerling Onnes zijn speech. Getuig ik bij dit feest, waarover de aanwezigheid van het Koninklijk Huis een toverglans legt, van mijn innige dank voor de mij nu bewezen eer, die een nog grotere betekenis krijgt, omdat ik haar uit handen van Zijne Majesteit de Koning mocht ontvangen. Dames en heren, dat was natuurlijk de Zweedse koning. Dames en heren, 105 jaar na dato wil onze koning, Zijne Majesteit Willem-Alexander, ook een toverglans over het vertrek van Dirk van Delft bij Boerhaven leggen. En daarom heeft hij hem bij koninklijk besluit van 21 februari 2018 benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau. Dirk wilde geen cadeaus, natuurlijk heeft hij misschien geloof bij hem, natuurlijk accepteert hij niet. Maar in lijn met zijn passie gunt hij ons eigenlijk een mooi fonds voor jonge onderzoekers om wetenschapscommunicatief gericht onderzoek te doen in het museum. Wij zijn heel blij met natuurlijk die gesten. We hebben ook oude fondsen die waren gaan toevoegen. Maar ik vind het heel belangrijk om te vertellen dat we toch met elkaar 2.500 euro bij elkaar. U heeft dat allemaal bij elkaar gebracht. Dus Dirk, dank je wel.
Ik denk hiermee het laatste woord, dat heb ik al met hem afgesproken. Ik wil iedereen bedanken, mijn twee leden, voor de samenwerking in deze organisatie. De Raad van Toezicht, het was buitengewoon boeiend. We zijn echt al heel lang geleden begonnen. Hou het personeel wat overal zit, achter en boven. PNP in het bijzonder en Marijn Schok, de management assistent, heb ik heel veel werk gedaan om u hier allemaal vandaag te krijgen. En eerder vandaag natuurlijk in het museum, maar ook in de bijdrage voor het fonds. Ik weet niet of we zo ver gaan om het fonds Dirk van Delft van Leiden te noemen. We gaan erover nadenken. Dirk, aan jou laatste. Ja, geweldig. Fantastisch dat me hier allemaal ten deel is gevallen. Is een schitterende cadeaus. Deze onderscheiding is ongelooflijk leuk. Ben ik heel erg blij mee. Ik heb het altijd met heel erg veel plezier. Maar wat er vandaag allemaal overkomen is, ja, dat slaat alles. Dank voor al dat moois. Ik sta helemaal perplex. Maar goed, nu mag ik iets zeggen. En om geen risico te lopen, zeker niet om een aantal mensen ook even te bedanken, heb ik het opgeschreven. Graag dus een aantal mensen bedanken en ook instanties. Om te beginnen is dat natuurlijk het ministerie van OCW. Onze trouwste, grootste toeverlaat en geldschieter. Mag niet vergeten worden, tot ministerie, ja, zonder het ministerie waren we echt nergens geweest en gekomen. Meestal had ik trouwens te maken met allerlei leuke mensen daar, maar gewoon het meeste toch te maken met Paul Aben, die hier ook aanwezig is. Ongelooflijk hartelijke man, geweldig positief mens. Dank voor al die samenwerking. Tijdens vastgoedbedrijf hebben we ook heel veel mee samengewerkt. Dus zijn de eigenaars van de panden die we als museum benutten. Dan de gemeente Leiden. Is het museum altijd zeer ter wille geweest. Als we in de klem zaten, maar ook gewoon als we allerlei mooie dingen te doen hadden die ze dan steunden. Bijzonder noemt dat de educatieve projecten. Henry en je wethouders, maar ook je ambtenaren, die voor een deel allemaal hier aanwezig. Ongelooflijk veel bedankt voor die steun. Ook de Universiteit Leiden en het LUMC hebben uitstekende verhoudingen. Bankje Karel Stolker, Bankers Hogendorp. Ik mocht bij de BED-faculteit, zoals het al hier ook genoemd is, bijzonder hoogleraar materieel erfgoed van de natuurwetenschappen zijn. Ik dank de decanen, Sjoerd Verduin-Bunel, Geert Snow en ook aanjager Frans Saris en de sterrenwachtdirecteuren Koen Kuiken en Hubert Rutgering voor hun support in deze. Dank ook aan de collega's van de wetenschapsredactie die hier aanwezig zijn. En ook aan toenmalig hoofdredacteur Volker Jensma, die dus hun medewerking hebben verleend aan mijn part-time overstap naar Academia. Mijn beroepsleven begon trouwens in 75 op College Leeuwarden. En rector Martin Heus, als goed is hier ook aanwezig, die regelde het dan met mijn rooster dusdanig dat ik op college wetenschapsgeschiedenis in Utrecht terecht kon, bij professor Snelders, en het was toch een reuze stap richting Boerhaven. Ik dank de particulieren, fondsen, sponsoren, bedrijven die Rijksmuseum Boerhaven met inhoud en met pecunia terzijde hebben gestaan. Ik dank bijzonder ook mijn raad van toezicht, onder de aanvoering van Douwe Breijman, heel streng, maar ook zo constructief en zeer betrokken gezelschap waar het museum zeer bij gebaat is. Dank aan de collega's in de museale wereld, binnen en buitenland, maar de Boeravianen in het bijzonder. En Anne-Lore en Marijn, dank voor het geweldige werk. Want het moet een geweldig werk geweest zijn om deze overdonderende happening van vandaag te organiseren. Tja, iedereen die ik jammerlijk heb overslagen, ook bedankt. En tenslotte dank ik uit de grond van mijn hart mijn familie uit Rijnsburg, dorp van mijn roots. Rijnsburg laat ze niet wegzetten, zeg ik altijd. En mijn lieve Petra en de kids, in bijzonder ook. En ik bocht aan. Goed, dat waren de verplichte figuren. Ik heb vanmorgen in mijn afscheidsexplosiepje het ook het vrije kuur omhoog gestoken. Daar gaat het om en die komt nu. Dames en heren, van onder het gekreukte laken steekt een bleek been. Al een tijdje zingt in mijn hoofd de gedachte aan een museale thriller, door mij geschreven. Dat komt goed uit,
Ik heb vanmorgen tijd. Schrijven is ademen. En ik heb 12 jaar in de museale wereld rondgelopen. Zo'n museale thriller vergt vanzelfsprekend een lijk. En wat is logischer dan dat lijk op de snijtafel van het Anatomisch Theater van Rijksmuseum Moerhaven te deponeren? Onder een laken, die moet de spanning er natuurlijk wel inhouden. Wiens been onder het laken uitsteekt, begint zich zo zoetjes aan bij hem op te dringen, maar wie er achter de moord zit, geen flauw idee. Natuurlijk biedt dat boek een prachtkans om op belevenissen uit mijn beroepsleven te reflecteren. Niet dat ik van plan ben de precieze loop der gebeurtenissen weer te geven, waar gebeurt is geen excuus, zei Gerard Reven al, maar een trommel met herinneringen van de juiste kleur binnen handbereik is ik wel zo handig. Doe ik in deze afscheidstoespraak een greep in die trommel. Voor de goede orde, vandaag neem ik afscheid van mijn hele beroepsleven. Het museum betaalt, maar dat beroepsleven omvat ook College Reehorst, inmiddels onbedoeld tot Tijdingen College in Noordwijk-Rout, waar ik docent natuurkunde was, en NRC Handelsblad, waar ik chef was van de wetenschapsredactie. Een rode draad, het is al langs gekomen, overdragen van kennis. Ik heb er ook voor vanmiddag collega's van alle drie die instituten uitgenodigd en ik vind het heel fijn dat er ook heel veel van jullie van de partij zijn. Van onder het gekreukte laken steekt een bleek been. 12 jaar heb ik mijn krachten aan Rijksmuseum Moerhaven gegeven. Jaren van er geen 13 in een dozijn. Ik heb het als mijn opdracht gezien het museum naar buiten te brengen, de buitenwereld naar binnen te brengen en zo te zorgen voor maatschappelijke verankering. Een prachtbaan, maar de aanloop naar die 12 jaar neem ik dus vandaag mee. Kies ik 4 gebeurtenissen uit de afgelopen 40 jaar, gebeurtenissen die zomaar in mijn museale thriller zouden kunnen opduiken. Elke decade 1. Daar gaan we. 1. 22 januari 1983. Onder de titel Een onverwachte gebeurt verschijnt mijn eerste stukje in Proclicurus. U weet wel dat studentenblad van de kwaliteit sinds de oprichting 1890 ieder jaar achteruit gaat. Ik ken de PC via Peter Zitsema, oud-redacteur en ooit medebewoner van het huis in het centrum van Leiden, waar ik nog altijd woon. Het was het eerste stukje dat ik instuurde. Normaal werd je in de correspondentierubriek door de zittende redactie afgebrand. Was dat gebeurd, dan had ik het vast niet weer geprobeerd en had mijn leven er totaal anders uitgezien. Maar het werd geplaatst. Citeer ik een alinea. Iedereen in het onderwijs klaagt steen en been over de rekenvaardigheid van de leerlingen. Toen ik de directeur van een pedagogische academie uit hoofden van mijn functie ontmoette, stelde ik er dan ook prompt de vraag hoe het toch komt dat de kinderen tegenwoordig geen breuk meer kunnen uitrekenen. De oplossing van dit raadsel bleek even eenvoudig als onthutsend. Het komt regelmatig voor, verklaren wij, dat onderwijzers in spe het eindniveau rekenen van de 6e klas lagere school niet machtig zijn. Dit niveau is best pittig, voegde hij eraan toe, en de betreffende studentes gaan best leuk met de kinderen om en blinken vaak uit in het onderdeel spel. Eindelijk werd duidelijk waarom juffrouw Benschop mij altijd de sommen over enkelvoudige en samengestelde interest op het bord liet volmaken. Einde citaat. Mijn tweede inzending werd alsnog afgebrand, maar ik kon nu een stokje velen en 6 inzendingen later was ik redacteur. Bij het PC heb ik leren schrijven en leren omgaan met deadlines. En dankzij die ervaring kreeg ik een voet tussen de deur bij NRC Handelsblad, wat mij met sprong deed wagen van de streekschool naar kwaliteitsoerland. 2. 14 april 1992. Of ik op mijn 40ste nog wel de fut had als redacteur wetenschappen aan de slag te gaan, vroeg Ben Knapen, toen hoofdredacteur bij NRC Handelsblad.
Ik voelde een veer in mijn rug, antwoordde ik. En of ik wel besefte dat ik niet zomaar een vaste aanstelling kreeg. Begreep ik, antwoordde ik. Zelf had ik ook een vraag. Of de krant de mogelijkheid bood tot een sabbatical om aan mijn proefles over Heikekamer Hollands te kunnen werken. Op Leeuwenhorst had ik 12 weken per jaar vrij, lichtte ik toe, en dat had NSC niet. Ben ik namelijk keek me verbluft aan. Ga eerst maar eens aan de slag bij de wetenschapsredactie. Daar heb ik 14 jaar met intens plezier gewerkt. Altijd welkom, overal op de eerste rij, interviews met de ene na de andere toponderzoeker. Ik heb er tot op de dag van vandaag plezier van. Na 10 jaar riep Ben, van hoofdredacteur via een mislukt avontuur bij Philips, terechtgekomen in de raad van bestuur van PCM, uitgever van de krant, mij opnieuw bij zich. Of ik interesse had in een plekje op het NIAS, als eerste journalist in residence. Op dat deftige instituut in Wassenaar schreven geleerden in afzondering tussen de beukenbomen aan dat boek waar het nooit van kwam. Ik was met Kamer Onders de ideale kandidaat. Vriendje Henk Wesseling was op het NIAS rector, vriendje Mike Spijkers, uitgever bij Ben Bakker, die graag mijn proefschrift in zijn biografiereeks op wilde nemen. Op 10 februari 2005 verdedigde ik mijn KMO-studie in de Senaatskamer van de Academie van aan Drakenburg, onder toezicht ook van de drie vrienden. Die dokterstitel was een vereiste om te kunnen solliciteren op de functie van directeur van Museum Boerhaven. En op 1 september 2006 ging ik er aan de slag. En morgen is het afgelopen. 3. 26 juli 2011. In 2011 raakte het museum in zwaar weer nadat de regels voor eigen inkomsten met terugwerkende kracht door Zijlstra waren aangescherpt. Mijn lotstreek. Toen begin juli een motie van Jette Kleinsma om ons meer tijd te geven was weggestemd, moesten we aan de bak. 7 ton was de opgave in 4 maanden tijd op te brengen, geen 6 maanden. Anders was het gedaan met het museum, want ik ga eerst op vakantie. In een hotel in een vijand, vakantie in Amerika die ik er echt niet afpakken, zet ik voor de Raad van Toezicht op papier hoe de actie Wet Boerhaven zou kunnen uitpakken. De dag dat de bijl viel, doneerde mevrouw D. spontaan een ton. Een fantastische kickstart. Vrienden werven, kapitaliseren van collectie Hotel UMC, fondsen binnenhalen, bedrijven tot steun bewegen, de actie Adopteer een instrument, Madame Curie theatervoorstellingen, verkoop van leeuwhoekjes, evenementen, donaties van particulieren. Van alle componenten maak ik een zo goed mogelijke schatting om uit te komen op 1,1 miljoen. Klopt heel aardig. Het publiek, zo schreef ik vanuit Monument Valley, ziet ongetwijfeld het liefst een strijdend en soms wanhopig Boerhaven dat zich te pletter ijvert en van alles en nog wat verzint en op touw zet met een huilende directeur die de bevolking smeekt. En ik wil naar buiten toe dat beeld niet bij voorbaat als volstrekt belachelijk kwalificeren, maar ik heb toch liever een doordachte onderverdeling met bijbehorende fatsoenlijke en reële beeldtargets en ruim voor Sinterklaas de zekerheid dat het doel is bereikt of op tijd zal worden bereikt, schreef ik dus uit Amerika. Nou, het is prachtig gelukt. Hoe? Met z'n allen. Niet zielig doen. Niet op de plannen gaan staan. Maar met aantrekkelijke plannen komen en er partners bij zoeken. Fondsen die ons toevoegden dat de zakdoeken klaar lagen met de flux in de juiste stand gezet, waarop ze ons geweldige steun toezeggen. Want we hadden gewoon geweldige plannen. Huidige succesnummers als Schatterend Boerhaven, de Watertuin, het spectaculair vernieuwde Anatomisch Theater, allemaal toen bedacht. Op 15 december beleefden we de grote finale in de Pieterskerk met gloedvolle betogen van Hans Galjaard, welkom Hans, Robert Dijkgraaf en Douwe Breimer en tussendoor de teerdeming van Velofsky, dochter van een van mijn voorgangers. Een benefietavond voor Boerhaven die tegelijk de onmisbare waarde van cultuur in het algemeen uitstraalde.
Om 11 uur, met ook de opbrengsten van de loterij en de veiling in de tas, waren we voorbij de 7 ton en was het museum gered. De laatste, 4. 15 december 2017. Het loopt tegen middernacht. De kamer boven Café Praathuis, op steenworp afstand van het museum, is voor de gelegenheid omgetoverd tot danslokaal. De krappe ruimte dampt en staat volgepakt met opgewonden Boeravianen en hun sympathisanten. De dag is lang geweest. Met officiële openingen met de minister, Ben Vieringa en Victor Mits, en s'avonds een open huis met nog eens 3 optredens. Maar boven het café is het zo druk, omvallen is geen optie. Terwijl conservator Atmaas plaatjes draait en conservator Bartrop beneden nog een emmer bier haalt en zich door de zingende massa wringt, klinkt eerst hoofd publiek een presentatie Andor Scholten op tafel voor een overwinningsspeech. Wat heb ik ook eens moois geflikt, roept ze uit. Naast de loftrompet steekt over iedereen die aan het nieuwe Boerhaven heeft bijgedragen. Luister nu. Ik zie haar staan, zwarte jurk, glas in de hand, eenmaal vrolijkheid. Hier meldt zich de museale Johanna Westerdijk. Nooit eerder is het werken en feesten voor beschoolde geesten zo raak in de praktijk gebracht. Terwijl ik op tafel klim, besef ik, hier wordt geschiedenis geschreven. Op de pop af, 6 jaar eerder, vierden we feest omdat we door mochten. Vanavond doet ook Rijksmuseum Boerhaven aan terugwerkende kracht. Met terugwerkende kracht bewijzen we hoe fabrikant Mis, Zijlstra en consorten toen zaten. Dank u wel. Zelf uit eten. En dan ik zeg allemaal mooi weekend later. Dank voor jullie komst.